With the category equity sector, real estate holdings Europe, the winner is the AXA World Fund Framlington Europe Real Estate. Please welcome Mr. Herman Barten. We staan hier met Herman Barten van AXA Investment Managers. Allereerst gefeliciteerd met uw prijs. Dankjewel. En wat zijn de sterkste punten van uw fonds? Nou, we hebben gewonnen met twee fondsen. Ten eerste met ons AXA World Fund Framlington Real Estate Fund. Dat is een fonds wat belegt in zogeheten listed real estate. Het fonds heeft een heel erg sterk track record en ook een heel gedegen selectie- en beleggingsproces. En je ziet dat dat zich weer terugvertaalt in prijzen als we vandaag hebben gewonnen. Het andere fonds waarvoor we een prijs hebben gewonnen, dat is ons long-term duration obligatiefonds. En dat fonds dat belegt in duration van 7 tot 10 jaar. En dat kan door heel veel beleggers als een soort building block gebruikt worden in het opzetten van portefeuilles. En ook dat fonds wordt volgens een zeer gedegen procedé wordt dat beheerd. En vandaar dat dat fonds het ook ten opzichte van de concurrentie erg goed heeft gedaan. Oké, en hoe schat u de beursontwikkeling in 2010? Dat is altijd een erg moeilijke vraag, hè, want we hebben helaas geen kristallenbol om in de toekomst te kunnen kijken. Maar desondanks, ik denk dat als we kijken naar wat we tot nu toe in het recente verleden hebben gezien. Hè, we hebben een flinke crisis gehad, daarna weer herstel. Nu zien we dat de beurs weer wat terugkrabbelt. Maar ik denk als we over de loop van het jaar gaan kijken, dat we dan waarschijnlijk een licht hogere beurs mogen verwachten dan we op dit moment hebben. Oké, dus wel een positief toekomstbeeld. We zijn redelijk positief voor de toekomst, ja. Het ergste van de crisis lijkt toch wel duidelijk achter ons te liggen.